En we wisten het, hij houdt van glitter en glamour. En met het liedje If My Friends Could See Me Now neemt hij ons mee naar Broadway. Hier is Dimmy Tarantino! If they could see me now, that little gang of mine, I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like to stumble bumps to see for a fact that kind of top draw first rate shams I attract. All I can say is, wow, look, that's where I am. Tonight I'll land it, pow, right in a pot of jam. What a setup, holy cow. They'd never believe it if my friends could see me now. She gives me some ideas. Friends, I could see me now. Everybody look, it's me, Dimmy. Yeah. Whoa, Dimmy! Wat een fantastische opening van deze eerste live-uitzending. Dankjewel. Goed gelukt, de maat proficiat. Ik laat een beetje op adem komen. We gaan eens luisteren. Ray, wil jij beginnen? Well, hello again, Dimmy. Hello. Hello. So we saw you in the auditions on your own. You said you couldn't do it alone, but you did. You convinced me the first time round that you should be on a stage somewhere in London or in New York City. Did you come here this time with something bigger and more entertaining? Yes, you did. And Dimmy, thank you all. I think, Dimmy, whatever happens tonight with the people at home on their phones, you are a star. Dat is een heel mooi compliment. Dank je wel, Ray. Karen, wat vond jij? Ik vond het fantastisch. Het was gewoon af. En het was de eerste keer al tof en alles. Maar nu, ja, het is echt alles erop en eraan. En dat heeft toch ook wel voor een groot stuk te maken, denk ik, met die fantastische danseressen die toch nog wel een extra applaus apart verdienen, vind ik wel. Dat is waar, dat is waar. Klopt, inderdaad. Rob, wat vond jij? Beste Dimitri, mijn liefde voor musicals zit nog steeds ver onder het vriespunt. Maar dat betekent niet dat ik het eigenlijk objectief kan beoordelen. Ik heb dat toen ook gezegd, ik vond het toen briljant. En ik vind het nu nog steeds zeer goed. Afgewerkt voor iemand die geen professionele opleiding heeft gehad. Echt briljant. Dankjewel. Alright, top. Fantastische commentaren, Dimmy. Absoluut, ja, ja. Maar eigenlijk, wat jij beleeft na de audities hier op dit podium met die danseressen, wou je nog iets zeggen, Rob? Ja? Bedankt om geen chartellen aan te doen. Alsjeblieft. Allee, maar ik kan niks beloven voor de volgende keer. Hè? Als er een volgende keer is, maar je droom komt toch eigenlijk al uit, hè, wat er nu gebeurt? Eigenlijk wel, ja. Ik ben echt enorm dankbaar dat ik hier al mag staan. Ik had nooit gedacht dat ik zelf uitgenodigd zou zijn op de preselecties. Dus het is echt een fantastische ervaring. Dank en je misschien wel. Stopt het niet, dat zal afhangen van de mensen thuis. Ja. Maar voor nu, heel erg proficiat. Dames en heren, Dimmy Tarantino! Ja.